Hij komt uit de financiële wereld en deelt nu geld uit. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Graag uw applaus voor de directeur van de VSB Fonds Woerden, Gert Blonk. Gert, fijn dat je er bent. Ja. VSB Fonds Woerden, met een grapje zeggen wij bij het loket culturele zaken wel eens, dat is onze grote zus. En dan wel heel veel groter. Waar komt het VSB Fonds Woerden vandaan? Nou Mariette, dat zal ik je vertellen. Allereerst hartelijk dank voor je uitnodiging. Ik vind het geweldig om hier toch iets van het VSB Fonds te mogen vertellen. Ik denk dat het lang geleden is dat er iemand aanwezig geweest is van het fonds. En volgens mij krijgen we vanuit deze hoek zoveel aanvragen dat het misschien wel eens goed is om een klein beetje toe te lichten. Waar komt het fonds vandaan? Nou, dat is heel lang geleden dat er een bank was in Woerden. Dat is de Bondsbank. En die werd in 1992 omgevormd naar Spaarbank Woerden. En de Spaarbank Woerden is op enig moment geïntegreerd met de VSB-bank. En eigenlijk is dat een fusie geweest waarbij geld beschikbaar is gekomen. Nou, ik ben het nog eens nagegaan. Ik denk, ik moet goed voorbereid hier verschijnen. Dus ik dacht van nou, ik zal eens kijken hoeveel heeft dat nou opgeleverd, die transactie. Nou, dat zeggen en schrijven om en erbij, omgerekend van guldens naar euro's, 3 miljoen euro geweest. Die 3 miljoen euro die wij dus voor die bank kregen, die heeft het toenmalig bestuur en de directie van de Spaarbank Woerden, die heeft gezegd van nou, dat geld is afkomstig van de gemeenschap van Woerden. He, alle spaarders die hebben feitelijk die bank grootgebracht. Dus dat gaan we onderbrengen in een fonds, het VSB-fonds. Vandaar dat het ook VSB-fonds heet, VSB-bank, VSB-fonds. En men had beoogd dat geld dat moet weer terugvloeien naar de Woerdense samenleving. Nou, al dien is geschied. En wij geven nu al bijna 25 jaar dus jaarlijks geld uit voor initiatieven afkomstig uit de Woerdense gemeenschap op allerlei gebieden. En dat hopen we nog tot in lengte van jaren vol te houden. Want ik ga nog niet verklappen wat we uitgegeven hebben. Want volgens mij is dat je laatste vraag. Ik kan alleen wel vertellen wat het huidig vermogen is binnen het fonds. We zijn dus gestart met 3 miljoen euro. Dat was dus de koopsom of de verkoopsom. Momenteel, en dat is ook gewoon na te gaan, daar hoef ik helemaal geen geheim van te maken, want jullie kunnen mijn jaarrekening daarop op naslaan. Het vermogen wat nu in het fonds zit is 11 miljoen euro. En ja, dat is een applausje waard, maar de credits daarvoor gaan ook naar het oude bestuur, voorgaande besturen die er gezeten hebben. Want die hebben op enig moment een hele goede beslissing genomen. En dat is om zeg maar het vermogen wat toen aanwezig was en feitelijk belegd was in aandelen Fortis. 2008, nou iedereen kan zich misschien wel herinneren wat er toen gebeurde met Fortis. En in een vroeg stadium is toen besloten, of dus voor 2008, om dat vermogen te splitsen over twee vermogensbeheerders. Dus de credits voor wat dat betreft komen toe aan het vorige bestuur. Ja, absoluut. Ik wil jou wat vragen, want het loket culturele zaken is, zoals in de naam al verweven zit, alleen voor culturele activiteiten. Maar jullie zijn een stuk breder volgens mij, hè? Ja, wij doen niet alleen donaties op het gebied van kunst en cultuur. Maar wij doneren ook aan andere instanties. En te denken valt aan op het gebied van sport, educatie, sociaal-maatschappelijk, doen we veel in. Recreatie, dat is wel een van de grote pijlers, ja, binnen het fonds, zeg maar. Daar komen de meeste aanvragen vandaan, laat ik het zo zeggen. En natuur en milieu. Dus die categorieën, die hebben wij, zeg maar, in ons vizier om daaraan te doneren. Er zijn ook enkelen waar we dus niet aan doneren. Dat zijn eigenlijk partijen met een religieuze of politieke achtergrond. Dat religieuze wil ik toch iets over zeggen. Want we doen bijvoorbeeld wel, als er is een, in de Bonaventurekerk hebben we wel eens een renovatie van een kerkorgel. Daar hebben we wel eens een bijdrage voor geleverd. En dan kan je zeggen, ja, dat is religieus. Maar goed, dat vinden wij dan toch op een andere manier van doneren. Dus, en we doneren uitsluitend aan verenigingen en stichtingen in Woerden. En onder Woerden verstaan we Woerden, Kamerik, Zegveld en Harmelen.
Dus dat is eigenlijk het donatiebeleid. Nou, en op de site is goed na te gaan van hoe je dan een aanvraag in moet dienen. www.vsbfondswoerden.nl. Dus dat is de site. Nou, ik zou zeggen, bezoek hem eens. We hebben hem vorig jaar vernieuwd. Dus hij is heel toegankelijk. De aanvraag kan je gewoon inschieten op de site zelf. Vind je dat nou erg ingewikkeld? Dan mag je hem uiteraard ook gewoon in een papieren vorm inleveren. Doneer hem in de brievenbus op de Westdam. En ik zal hem in behandeling nemen en voorleggen aan het bestuur. Ik ben overigens niet degene die de besluiten neemt. Dat doet het bestuur. Ik bereid alleen maar voor. Dus don't shoot the messenger. Dankjewel, Gert. Kun jij zo... volgens mij hoorde ik net al trouwens van het Shanti Festival. Daar leveren jullie ook een bijdrage aan, volgens mij, hè? Ad de Goeie, die is inmiddels berucht bij het VSB Fonds Woerden. En niet alleen voor de koor, voor de festivalen, maar ook voor, nog eens voor wat randsverschijnselen. Als containers en dergelijke. Dat is een trouwe aanvrager. En we zeggen altijd, schroom niet. Ik bedoel, ook al heb je een keer een bijdrage gekregen van het fonds, kom gerust terug. Geen enkel probleem. Wat wij wel verwachten van een aanvraag, en dat is misschien wel goed om te zeggen, je moet ons zien als sluitpost. Wij willen graag doneren, maar ga niet iets verzinnen, iets opstarten en denken van nou, nu heb ik ook nog geld nodig, nu richt ik me tot VSB-fonds. Wij verwachten wel dat er initiatief genomen wordt. Initiatief om het geld en de begroting bij elkaar te krijgen. Nou, is er dan te weinig? Prima, kom dan bij ons langs, dan kijken wij of we dat gaatje kunnen vullen. We kennen ook twee soorten donaties, dat is misschien ook al goed om te vertellen. We hebben een zogenaamde gewone donatie. Dat betekent dus van iemand vraagt, ik noem al wat, 3000 euro. Nou, dat wordt toegekend door het bestuur, die krijgt die 3000 euro. Het kan ook zijn dat je zegt van ja, nou goed, ik ben bezig met een project te starten. Heb ik 10.000 euro voor nodig? Ik heb een dekkingsplan, dat is ongeveer 6. Heb ik al bij elkaar, dus ik kom 4 tekort. Maar ik verwacht nog 2000 euro uit een andere hoek te krijgen. Vragen ons die 4.000 euro. Wij maken er een garantiedonatie van. En we rekenen op het eind af. En dan krijgen we wellicht nog wat terug. Dus dat is een garantiedonatie. Maar dat is allemaal na te lezen op de site. Staat er allemaal verwoord wat wij daaronder verstaan. We zijn zeer ruimhartig, vind ik zelf. Dus er zijn maar weinig dingen die afgewezen worden. Ik denk dat het afwijzingspercentage bij ons, als het 5% is, is het veel. Dus ik denk dat we het goede voor hebben met de Woerdense samenleving. En hetgeen wat we uitgeven, dat moet vanzelfsprekend het rendement zijn vanuit het vermogen wat we dus wat nu aanwezig is. En het komt voor, en dat hoef ik jullie ook allemaal niet te vertellen, het rendement is momenteel iets minder dan een aantal jaar geleden. Of dat je 5% krijgt op een spaarrekening of 0,5%, dat verschilt nogal wat. Maar omdat wij een ambi-instelling zijn, moeten we feitelijk ons rendement weggeven. Dus dat doen we ook. En soms overschrijden we dat en geven we zelfs meer weg. Wat dus betekent dat we iets interen op het vermogen. Ook dat vinden we niet erg. Maar we proberen wel die pot in stand te houden. Om dit wat we nu doen en wat al 25 jaar gedaan is, om dat in lengte van jaren voort te kunnen zetten. Dus... Nou, dan ga ik afsluiten met een hele belangrijke vraag waar je net al op zin speelde. Want enig idee hoeveel er in die afgelopen 25 jaar aan donaties de deur uit is gegaan door jullie? Voordat ik dat zeg, wil ik toch nog even iets anders vermelden. We bestaan dus dit jaar 25 jaar. En tipje van de sluier. We gaan dit jaar in het najaar een huis-in-huis mailing verspreiden. Dus hou de brievenbus in de gaten. Want we gaan iedereen in Woerden in de gelegenheid stellen om met een goed idee te komen, wat in het kader staat van duurzaam, betrokken en groen. Dus kom met een heel goed idee. En dat mag een stichting of vereniging zijn, dat kunnen ook individuen zijn. En we hebben daar mooie donaties voor. Ik denk dat we al met al een ton weggegeven, dus doe je best, zou ik zeggen. Wat hebben wij nou weggegeven die afgelopen 25 jaar? We begonnen dus met 3 miljoen. Er zit nu 10 miljoen in de pot en we hebben weggegeven 7 miljoen. Dankjewel, Gert. En ik hoop dat als er mensen in de zaal zitten, dat die gestimuleerd worden om bij jullie een aanvraag te doen. Dank je.